Ik ben vandaag in Stijn bij de Future Champs Demodag. Ik ben uitgenodigd door Sight & Sini. En ik ben erg benieuwd wat we vandaag hier te zien krijgen. Kom maar mee. We hebben 170 leden, waarvan heel veel kinderen. En je kan vanaf 4, 5 jaar aanmelden. Dus maar ook voor volwassenen dus? Ook voor volwassenen, van 5 tot 100 jaar bewezen van. Zelfde leeftijd, hetzelfde gewicht, dus dat het ook fair en op een leuke manier gaat. En wat ook heel belangrijk is, is dat de kinderen niet kunnen verliezen. Dus er zijn altijd twee winnaars. We hebben een hele grote groep trainers die erop toezien dat wij met 25 tot 30 kinderen trainen. We hebben ongeveer 170 leden en het blijft groeien. Ik denk zeker nadat we dit nu hebben gedaan en ook als je ziet wat hier op af is gekomen, ja, dat het een enorm succes is. Waarom ben je aan kickboksen gaan doen? Omdat mijn broer deed. Omdat je broer deed? En toen is hij gestopt en toen was hij gaan voetballen. Maar ik vond het ook leuk, dus ik ben het blijven doen. Maar wat heb je ervan geleerd? Dat je hiervan kan leren is dat je je kan verdedigen als iemand jou slaat. Sanchi is een Japans woord, betekent krijger. Kampioen in de ring, kampioen in het leven. Het hele leven bestaat eigenlijk een klein beetje uit vechten, vallen en opstaan.